Hallo allemaal en welkom terug bij Ultimate Epic Battle Sim. Bij de vorige aflevering hebben wij gezien hoeveel T-Rex je nodig hebt om 10.000 kippen af te slachten. Waren er 31 waarvan je de 26 overhoudt. Waarvan de 26 overlijden. Dat was hem. Ja, vandaag gaan we even kijken wat er gebeurt met 6.000 Romeinen, 6.000 Heavy Knights, 6.000 Wildmans en 3.000 Archers uit die clashen. Ik heb de archers hier neergezet. Deze twee heb ik even in een lijn. Namelijk het, nou, drie eigenlijk in een lijn naar elkaar toe gezet. Want ja, doe je dat niet, dan gaan ze elkaar afslachten. Dat is niet de bedoeling. Het is gewoon de bedoeling dat ze alle drie op dit punt uitkomen. En dat de archers hopelijk overleven. Maar dan komen we zo achter. Without further ado, let's start. En dan wachten we even. Het plaatje zo. Nou, kijk hoe die gaat verdelen. Was niet zoals ik het heb ingevuld. Oh. Gaan we even kijken bij onze helden. Om eerlijk te zijn, ik weet niet wie is. Maar dat zie je op het eind wel. Ziet er wel leuk uit zo in ieder geval. Zou die eerste de Romeinen wel wezen? Dit zijn de Heavy Knights. Kijken wie deze blikjes kan pletten. Dan zijn dit de Wildmans. Geen twijfel voor mogelijk. En dan moeten we alleen de verloren aardjes nog hebben. En die staan hier te spelen. En de helmpjes poppen op. En dan raak ik even in het midden staan. Gedeeltelijk. En dan zeggen wij, let's go! Wie zal overwinnen? In het begin zet ik echt mijn geld op de aardjes. Alleen zodra ze binnen in de buurt komen, dan zou ik het toch op de Heavy Knights gooien. Ook meerendeels vanwege de bepanstering. Ja, ze zijn niet zo heel snel. Maar ik zie heel vaak in de spellen wel dat de Romeinen heel vaak schild gebruiken. En dat doen de Heavy Knights niet altijd. We zullen zien. Wie? Oh, wie begint? De eerste Romeinen zijn er gevallen en de eerste Wildmen zijn gevallen. Dus tot nu toe gaan de Heavy Knights goed. Of niet? Er waren niet de Heavy Knights die ze gedood hadden. Voor mij zijn de Romeinen de Wild. Wildmen zijn aanvallen. Ja. Zijn er Wildmen die
een tiegelijk aan het afslachten zijn. Maar al mijn doden ook wel redelijk veel. De Heavy Knights lopen nog achter met doden. Laten we even wachten dat de aardjes in de buurt komen en dat kan toch heel interessant worden. En dat duurt niet lang meer. En dan zullen we net zien, blijft gewoon netjes daar staan, hè, wachtend totdat ze naar hem toe komen. Ik zal hem niet verbazen eigenlijk. Even kijken wat onze aardje vriendjes aan het doen zijn. Nee, die beginnen echt te vuren. Tot nu toe nog geen geluk met doden. Ja, de eerste. Twee. Nou, langzaam maar zeker komen ze op start. Ze komen rustig op de reef. Niet te snel willen. Alle tijd. Ik heb een klein beetje het gevoel dat die Romeinen iets te ver uit elkaar gaan. Nou, wel een beetje de oude tactiek proberen, hè, omsingelen. Lukt niet met zo'n grote overmacht. Maar, puur doods voor proberen. Oh, de aardjes gaan snel nu. Maar de Heavy Knights lopen op tweede plek, derde plek. Wildman staat bovenaan. Ah, verkeerd. Nou, hier zie je al dikke schade van de aardjes. Sommige koningen aan de beurt om te vechten. Hier gaan ze ouderwetse rots knuffelen. Nou, hier zie je niks, want iedereen staat bovenop de lijken te springen. Ja, hier zie je het een beetje door de figuurtje. Mooi tapijtje. En volgens mij zijn de Wildmans nu die de Romeinen aan het omzingelen zijn. Maar ik probeer ze nog hebben. Maar ook daar neemt de Wildmans het over. En die ene eenling die pakken ze wel even, hè? Valspelers. Nee, hier zijn de Romeinen bijna allemaal verslagen. Hier gaan ze al een boom knuffelen. Heel groepje tegen twee, ook lekker eerlijk. Komt versterking aan. En de aardjes gaan lekker door. Op mens, bijna 2000 kills. Wauw. Die had ik niet verwacht. Ja, uiteindelijk gaat het erom wie blijft staan op het laatst. En wie de meeste kills heeft. Ja, je kunt wel de meeste kills hebben, maar als je daar dezelfde afgeslacht wordt, dan heb je daar heel weinig aan. De aardjes blijven mooi op afstand. Thanks, Spike. Hier gaan ze door naar de volgende fase of blijven ze hier nog rondspelen?
Volgens mij zijn er al mijnen hier uitgeschakeld. Ja, ze gaan door naar de volgende. Oeh, ze vallen nou ook de aardjes aan. Ook in Taiwan. Ja, eerlijk is eerlijk, aardjes zijn sterk op afstand en daar houdt het ook op. Draai nou eenmaal door die verdedigingslinie heen bent, dan is het heel snel afgelopen met hun. Ja, als. Nou, de rest blijft hier gewoon lekker rustig picknicken. Laat iedereen maar vallen, hè. Hoe gaat het met de Romeinen? Op Pana is alles uitgeschakeld. Nog 20 te gaan. Die staan hier ergens wel verstopt zit. 5, 4, 3, 2, 1. Bye bye Romeinen. De Heavy Knight wil meerendeels door de Archies uitgeschakeld nu. Die teller gaat heel snel oplopen zo. De Heavy Knights qua doden gaat sneller naar omhoog dan qua kills. Aardjes ziet ook wat er meer aan met doden. En de Wild Mains. Mains, sorry. Kunnen ook vechten voor hun geld. Even bij de aardjes kijken hoe het daar gaat. Ja, tot nu toe leggen de knights het nog aardig af. Ja, zou ze dit vol kunnen houden? Op een gegeven moment zouden ze zoveel heen kunnen gaan dat ze het niet meer volhouden. Ja, de Wapmensen gaat ook snel naar beneden nu. Heavy Knight gaat snel naar beneden. De Aardjes gaat heel af en toe snel naar beneden. Ik ben erg benieuwd wie er gaat winnen. Ik denk de Heavy Knights niet meer nu. Die gaat zo snel naar beneden qua doden. Of omhoog qua doden, maar we hopen kijken. Ja, eveneens, die zijn veel te veel verspreid nu. Je hebt hier een groepje en je hebt daar een groepje. En zie wat hier nog staat. Nou, er liggen een paar Romeinen. Ja, ik ben benieuwd. 600 Heavy Knights nog. Want ze breken nou wel door. Dus ze kunnen de tij nog keren. Als er een wonder gebeurt. Ja, de Wildmans kunnen daar natuurlijk gebruik van maken. Klein groepje houdt standvastig stand. Beetje dubbelzinnig.
En dan waren de laatste van de Heavy Knight. Dan gaan we nu over tussen de Argus en de Wildmans. 1200 tegen 3500. Hoeveel HP hebben die lui? 400. Dus ja, ze hebben redelijk veel HP. Het kan nog. Ja, posities. Next bike. Iets hoger opzoeken. ...600 nog, en dan zijn de aardjes verdwenen. Ja, deze breken ook gelijk door de linie in. Dan zijn die wildmans toch sterker dan ik had verwacht. Mag ik jou overnemen? Ja, twee slagen en ze zijn plat. Ah, hij died. Is niet aardig. Ja, nog twee kills. Denk ik ook. En de Wildmans wins. Ding, 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 ding. Three, two, one, no. Yeah, party! En met die overweldigende overwinning van de Wildmans, dan zeg ik van, we kappen er even mee. Ja, iedereen bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, like, share en subscribe. En dan zie ik jullie bij de volgende. Later.